Na 72 jaar weer een Nederlandse kogelslingeraar op het EK. Maar het ging niet zoals je gewild had, hè? Ik had graag een finale gewild. Maar vandaag niet gelukt. Volgende keer beter. Ja. Waar lag het aan? Je gooit 70 meter. Je hebt veel verder gegooid. Ja, ik begon natuurlijk met twee ongeldig geworpen. En ja, dat is niet zo'n goed begin van de wedstrijd. En ja, nu zit je er niet even lekker in. En dan probeer je nog alles uit die laatste worp te halen. En uiteindelijk nog 70 meter gedaan. Geworpen en ja, prima. Ik heb alles gegeven. Lukte vandaag niet, maar volgende keer beter. Ja, wat is dan het verschil? Want je gooit drie Nederlandse records dit jaar. Is dat het stadion? Is dat de druk? Nee, denk ik niet. Ik ben vooral gefocust op het Amerikaanse seizoen waar ik op school zit. Dus ja, voor mij is het wel een beetje een lang seizoen geweest. En ja, nu is het gewoon kijken hoe goed ik het niveau kan vasthouden. Ja. Hoe was het wel om in zo'n stadion te staan? Want dat heb je niet vaak gedaan, denk ik. Ja, dat is wel heel vet natuurlijk. Het is mijn eerste senior toernooi en dan in Berlijn is wel een leuke sfeer ook. Ja. Tot slot, 1946 was de laatste. Je hebt wel historisch geschreven. Hans Houtsager, dat was jouw voorganger. Ben je daar nog mee bezig geweest? Nee, eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk wel leuk. Ja. Het is al lang een tijd geweest dat iemand niet op kogelsing op het EK staat. Dus ik hoop dat er nog velen zullen volgen. Ja. Volgende wordt de eerste kogelslingeraar op het WK, denk ik. We zullen zien. Dat is wel het doel, ja.